De Nationale Kunstbeurs 2017 is gisteren van start gegaan in Hotel Terrarica. Er doen dit jaar meer dan 40 kunstenaars mee, onder wie studenten van de Nola Hatterman Art Academy, de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs en de Suki Iro di Cromo Volksacademie. Ook zullen 7 buitenlandse deelnemers uit Frans-Guyana, Brazilië en Nederland hun kunstwerken exposeren. De activiteit wordt evenals het vorig jaar gehouden op 2 locaties, te weten Hotel Terrarica en de hal aan de Combeweg. De middelbare scholen krijgen ook dit jaar de gelegenheid om hun leerlingen naar de beurs te sturen. Als onderdeel van het tekencurriculum, speciaal voor de scholieren, is de beurs 's ochtends open op 30 oktober, 1 en 2 november. Ondanks de economische crisis is het de organisatie met behulp van sponsors gelukt de beurs te houden. Voorzitter Michel Brahim van de Stichting Nationale Kunstbeurs zegt dat Suriname gezegend is met talentvolle kunstenaars. Talent wat ook de laatste tijd weer meer en meer zijn vleugels uitslaat naar het buitenland. En dat is een goede ontwikkeling. Sommige kunstenaars ontbreken daardoor, maar je zult toch vandaag weer een mooie compilatie van onze hedendaagse kunstenaars zien. En daarnaast zijn er kunstenaars uit Cayenne, Brazil en Nederland. En daar zijn we ook blij mee. Het is een goede ontwikkeling dat we meer internationale kunstenaars hebben. En we gaan kijken. We gaan kijken hoe dat van hun eruit ziet. En we gaan zien hoe dat van ons zich tot die buitenlanders verhoudt. U zag voorzitter Michel Brahim van de Stichting Nationale Kunstbeurs. De Nationale Kunstbeurs 2017 werd gisteren officieel geopend en duurt tot en met 4 november.